Welkom in Lost Heaven. En ja, dat is inderdaad dezelfde stad waar je in 2002 misschien al wel eens de gangster uitgehangen hebt. De oorspronkelijke versie van Mafia kwam namelijk alweer 18 jaar geleden uit. Maar het was tijd voor een remake en dus heeft de Definitive Edition verbeterde textures, nieuwe 3D-modellen en moderne lichteffecten die nog lang niet mogelijk waren in 2002. Toch is dat niet het allerbelangrijkste aan deze remake, volgens onze reviewer Wouter. Wat ik nog indrukwekkender vind, is de manier waarop alle cutscenes opnieuw opgenomen zijn. Maar ook echt opgenomen. Want het verhaal van Tommy Angelo wordt nu volledig verteld door acteurs in de motion capture studio van Hangar 13. En dat verschil is gigantisch. We hebben het hier over Little Computer People uit 2002 tegenover mensen van vlees en bloed waar een emmer polygonenverf overheen is gegooid. Het verhaal van Mafia Definitive Edition is daardoor een stuk interessanter geworden. In het origineel zat je nog een beetje naar poppetjes te kijken, maar nu zijn het echte acteurs die met performance capture tot leven komen. Hoofdrolspeler Andrew Bongiorno als Tommy Angelo komt bijvoorbeeld best sympathiek over, ook al is het een geharde crimineel. Zijn maffiavrienden Polly en Sam worden gespeeld door Jeremy Luke en Don DiPetta. Zij spelen echt de stereotypische Italiaans-Amerikaanse gangsters. Je weet wel, van die veel te stoere, glibberige jongens waar je geen ruzie mee moet zoeken. Maar Wouter was het meest onder de indruk van Bella Poppa, die Sarah speelt. Helaas heeft zij niet bijzonder veel te doen, ondanks dat haar rol groter is geworden dan in het origineel. Maar ze steelt elke scène waarin ze de kans krijgt de show, met haar feilloze New York attitude en accent. Done celebrating, you might want to go find your buddy Polly. He's so drunk, he's gonna get hit by a parked car. Sarah is nou niet bepaald het toonbeeld van een sterke vrouw en nog steeds het aanhangseltje dat thuis zit te wachten om het eten te maken, maar het charisma van Bella Poppa schijnt dwars door haar performance capture en je computerscherm heen. Het verhaal van Mafia neemt zichzelf best wel serieus, maar dat betekent niet dat jij als speler dat ook moet doen. Bijna elk plan van Tommy en de Salieri family mondt namelijk uit in één grote schietpartij. Want ja, het moet natuurlijk wel een beetje leuk blijven natuurlijk. Dat schieten werkt best goed in Mafia Definitive Edition. Hoewel je af en toe wel merkt dat het coversysteem van Mafia 3 er als het ware is ingeplakt. Soms kan je bijvoorbeeld net niet lekker dekking zoeken en laat de game je niet goed om het hoekje schieten. Ook is het een beetje jammer dat er maar weinig verschillende wapens zijn, die je steeds opnieuw weer moet verzamelen. Soms zelfs nadat je dood bent gegaan. Daaraan merk je toch echt wel dat de basis van deze game al bijna 20 jaar oud is. En dat is jammer, maar toch heeft Wouter zich aardig vermaakt. Het is best grappig om steeds weer geïntroduceerd te worden aan een nieuwe omgeving, een hotel, gevangenis, vliegveld of, natuurlijk, gentleman's clubs. Wetende dat die binnen no time vol gaan lopen met agenten of mafiosi die je allemaal naar de knoppen moet schieten. Daarnaast is het rijden in klassieke bolides uit de jaren 30 verfrissend anders dan het rondscheuren met de gemiddelde GTA-bakken, waarbij de realistische physics en de geluiden van de wagens de ervaring weten te versterken. Na 20 missies heb je Mafia Definitive Edition uitgespeeld. En daarna valt er eigenlijk ook niet zoveel meer te doen in de game. Er zijn nog een paar missies te doen in Lost Heaven en je kan nog op zoek gaan naar collectibles in de free ride modus, maar er zijn verder niet veel redenen om nog lang rond te blijven hangen. Mafia Definitive Edition heeft een zacht prijsje van rond de 40 euro, maar toch liet het Wouter een beetje met een leeg gevoel achter. En daarom geeft hij de game een 78. Vond je dit een leuke video? Geef ons dan even een like en als je dan toch bezig bent, abonneer je dan even op ons kanaal. We'll be right back.